Elis Meijering staat hier voor mij. Gefeliciteerd met de 2-0 overwinning. Dankjewel, dankjewel. Een mooie uitslag uiteindelijk met die man. Kijk. Ja. Het was me wel een wedstrijd. Zo, ja. Volgens mij was de eerste helft van beide kanten niet echt best. Veel slordig balverlies en hadden we wat moeite om de vrije man in te spelen en de bal te houden. Maar ik denk dat het naarmate de tweede helft voordat al iets beter werd. Dat we iets meer de bal in de ploeg konden houden. Ja, de tweede helft was natuurlijk een hele gekke helft. Ja, ja, die tweede helft ging je echt vlammend van start gewoon, hè? Ja, dat wel. Ja, ja. En toen op een gegeven moment, ja, dan kom je met 10 man. En ja, ik denk wel dat we dat best wel goed met z'n allen hebben opgepakt. Want ook toen bleven we echt wel vlammen met z'n allen. Het was niet allemaal goed, maar we bleven wel. We konden soms zelfs een overtal creëren op middenveld bijvoorbeeld. En nou ja, nog een goal maken, dus dat zeggen we wat natuurlijk. Dan heb je het over middenveld, maar daar heb je toch wel de slag een beetje gewonnen in deze wedstrijd, denk ik, hè? Dat denk ik uiteindelijk wel, ja. En door gewoon als team, zeg maar, de afspraken na te komen. Dus ook als we met 10 man komen, ja, best wel een beetje opportunistisch eigenlijk naar voren druk te geven. Ja. En de duels te winnen en met z'n allen te gaan, ja, communiceren. Maar het is wel steeds Alkmaar, hè? Ik geef niet daar een beetje gek van. Je bedoelt 3 wedstrijden achter elkaar. Nou, eerlijk? Ja. Ja, nee, eigenlijk is het wel... 3 is echt wel genoeg. En dat is mooi voor Heerenveen natuurlijk, dat je toch uiteindelijk wint. Ja, zeker. Ja, nou ja, we moesten gewoon winnen vandaag hier voor onszelf. Want vorige keer heb je hier natuurlijk verloren, twee weken geleden. Dus dan wil je gewoon revanche. En vorige week hadden we al gewonnen. Dus we zeiden al, we moeten hier gewoon winnen, hoe dan ook. Was het een moeilijke wedstrijd? Of was het van alle kanten op gaan? Of had je op een gegeven moment, nou heb ik toch in de pocket? Ik denk dat het wel op zich wel alle kanten op kon. We hebben niet heel veel kansen weggegeven. Al werd het natuurlijk aan het einde, krijg je natuurlijk nog wel wat balletjes dicht bij onze goal. Ja. Maar ik denk vooral ook in de eerste helft hebben we niet echt heel veel weggegeven. En... dus ik vind, ja, misschien, ik mag misschien niet zeggen, maar ik denk dat wij wel de betere ploeg waren vandaag, denk ik. Maar ik heb de beelden nog niet terugzien, hè? Je gaat hem zeker terugkijken. Ja, zeker. Ja, ja. Tot slot, hoe kijk je terug op de eerste seizoenshelft? Voor mij persoonlijk kan beter. Nee, ik ben lang geblesseerd geweest. Eigenlijk vlak voor de eerste competitiewedstrijd in training raakte ik geblesseerd. Dus dan ben je er 9 weken uit. En nou ja, weet je, ons team staat gewoon goed. Dus dan moet je terugknokken en... nou ja, het is fijn dat ik nu ook weer wat wedstrijden heb kunnen spelen. En dus hopen we dat het vanaf nu gewoon weer de goede kant op gaat naar boven. Nou ja, ik hoop gewoon dat iedereen een mooie dagen heeft met zijn familie, vrienden. En lekker samen genieten van de dagen. Lekker genieten van de vakantie, dat doen wij ook. En niet te veel geks doen. Hey, dankjewel, hè.